De regering Santokki-Brunswijk heeft haar regeerbeleid na 3 maanden geëvalueerd. Dit gebeurde in een speciale vergadering in het district Marowijne. Vicepresident Ronnie Brunswijk zei dat het ook belangrijk is dat er gekeken wordt naar dat wat de regering te wachten staat. De zaken die verbetering behoeven zijn ook aan het licht gekomen en die zal de regering later bekendmaken. President Santokki omschrijft de evaluatiemomenten als zeer belangrijke meetinstrumenten voor het beleid van de armoedebestrijding en het herstellen van de economie.